Aha, hoe was de eerste week op school? Verschrikkelijk. Een beetje saai. Een beetje, ja. Wij hebben jullie ook gemist. Nou, waar gaat deze vlog over? Wij hebben dus twee super verrassingen voor jullie. Benieuwd? Ja, maar ik had zoiets van, om het een beetje te verzoeten de eerste week op school. Nou, Bitlos op maat, die had iets gesponsord voor ons. Drie super mooie unicorn frontriemen. Dus die mogen jullie bekijken. We hebben ze al op bestaande sidepools gedaan. Kijk, deze is voor... deze is dus voor Furby. Kijk, passend. Dus heb je altijd een unicorn. Deze is voor Bobby, laat zien. Dus die sidepools, die hebben we al een tijdje. Nou ja, en deze is voor... Bengel even. Nou, dan heb ik nog... Dan heb ik nog bij Bitlos op maat nog drie sidepools besteld. Maar daar moeten jullie op wachten. Die komen dus nog. Nou, verder in de vlog komt nog een super verrassing. Maar dat gaan we nog niet verraden. Ik zou zeggen, doe deze even passen. Dan maken we even wat foto's daarvan. Nee, op de ponies. Nou, ga de ponies halen. Even passen. Mooi, hè? Maar Bengel krijgt zijn eigen sidepool. En dan laat ik ook frontriemen maken met de unicorn. Dat vinden jullie leuk, hè? Ja. Nou, dan gaan we deze zo even passen op Lucky Luck. Maar hij is super mooi. Je moet kijken hoe mooi. Prachtig. Wat zeggen we dan? Bedankt. Ja, super. Hey, zijn we daar blij mee? Ja, echt super blij mee. Dus dat is de sidepool. Die hadden we al van Bitlos op maat. Ja. En dan hebben we dus een passende unicorn. Er staan hele schattige bloemetjes. Ja, dus die kinderen die dan komen rijden, die zullen er super blij mee zijn, hè? Ja, inderdaad. Prachtig, dus hij is al compleet. Hey, dat is ook compleet, hè, van Furby. Ja. Dat staat hem super mooi. Oh, hey. Dit goud opgeschilderd. Ja, mooi, hè? Dus Furby is ook een unicorn. Nou, wat zeggen we dan tegen Bitlos op maat? Heel erg bedankt, we zijn er super blij mee. Ja. Hey, met Lucky Luck past het wel, hè? Ja. Dus Lucky Luck had ook een unicorn. Ja. Kijk eens hoe mooi die frontriemen. Prachtig. We hebben dus alleen nog maar unicorns hier. Zijn we daar blij mee? Super blij. Het past zelfs Katinka. Mooi, hè? Ja. Zelfs Katinka past het. Mooie frontriempje, kijk eens hoe leuk. Hij past mij ook. Ja, jij bent stout. Super bedankt en blijf kijken, want zo krijgen we nog een super verrassing. Blijkbaar. Ja, ja, benieuwd hè? Spannend. Wandelritje met een klein kindje doen. En daar hebben we super vast in. Ja, en daarna doet Bobby trucjes. Ja. Dus blijf kijken. En een verrassing komt ook zo aan. Ja. Na het ritje. Hè?
Fadella is er ook. Nou, ik heb eerst nog een kleine verrassing voor jouw konijntje, Hannelore. Dit heb je van Jessica gekregen. Ik alleen. Jij alleen? Yes. Van jouw konijntje op de trainer. Hoe vind je dat tuigje? Hij is zo schattig. Super schattig, hè? Ik ga mijn binkie gebruiken. Dat zie je. Leuk, hè? Heb je van Jessica heb je cadeau gekregen? Ik ga hem voor Mabel gebruiken en voor Teddy. Oh. Is die er niet te dik voor? Ja. Teddy, ik val van mee. Maar Mabel wel. Nou, en nou komt die, wat we beloofd hebben, die grote verrassing. Als herinnering van jullie hopelijk mooie zomervakantie, waar jullie arme kinderen zitten weer op school, krijgen jullie cadeautje van mij. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden, alstublieft. Nee, wacht. Oké, maak open dan. Kusten. Voor allemaal één. Ja, maar voor mij. Gaat jij ze allemaal voor mij? Nee. Stiekem, nou. Ik sta op mijne dus. Hannelore, dat wat erin zit is voor ons en dan mag jij de kartonnen dingen. Ja. Schiet op, de vlog loopt. Oké, sorry. Trek er nou aan. Heel spannend, wat zal erin zitten? Hij is zo mooi. Wie is als eerst? Jij. Van jou. Oh ja, die foto heb ik gemaakt, hè? Weet ik. Ja. Dat is Legolas met Fadella. Vind je mooi? Ja, ik vind het volgende is Horty. Kijk, die had mijn vriendin Megriete gemaakt. Professionele fotografe. Hoe vind je hem, Horty? Mooi. Wauw. Deze is voor mij. Die had Megriete ook gemaakt. Kijk, zelfs die waterspetters. De modder, alles zie je. Laat zien. Nee, hij is echt mooi. Elke is er niet. Ja, die is voor Elke. Ja, die heb ik gemaakt. Mooi. Elke is er niet. Deze. Rachel. Laat zien. Die heb ik ook gemaakt. Super mooi. Deze gaat boven mijn bed. En dan komt die. Die van Silke. De super foto van Megriete. Die is zo leuk. Hoe vindt? Laat hem zien in de camera. Topfoto. Die kan meedoen met de wedstrijd. Silke in de blubber met Furby. Laat zien. Laat zien, jongens, zeg allemaal jullie cadeautjes. Deze ga ik boven mijn bed hangen. Deze ga ik boven. Iedereen gaat er boven. Zijn we daar blij mee? Ja! En we zeggen wel dankjewel tegen Megriete. Heel erg bedankt voor de mooie foto's. En Andrea, heel erg bedankt voor de poster. Nou, Megriete had toch een topfoto presteerd daar. Kijk dan. Geweldig. En ze had op de buik gelegen om deze foto te maken. Nou, Elke krijgt hem morgen. Ja. Nou, ik hoop dat jullie leuke herinneringen aan de zomervakantie hebben. Ja, super. Wow, mijn hand is zwart. Nou, blijf kijken. We gaan nog meer doen in deze vlog. Hoor. Ja. Hele groot in. Kip. Ze worden mooi, die kuikentjes. Netjes! Jongens, ik ben aan het filmen! Jezus! Zo, bloepen hebben we weer! Goed! Dames, wat was dat net voor bloepen? Nee, jij begon. We waren dus aan het overleggen zij welke kippen nou een haan waren en welke een hen. En dan hoort hij wel het weten, vandaar kip. Dus, dus Hannelore pakt hem af en draait hem zo. Dus hoort hij die vraag, wat ga je doen met mijn kip? En dan zeg je, kijk op die piemel heeft. Ja. Je weet toch wel dat een kip geen piemel heeft, hè? Het is geen zoogdier. Dus, een mooie bloepen, hè? Ja, Silke. Stout. Zeg ik het ook. Stout. Nou, zo worden hier de paarden longeerd. Of beter gezegd, gegimd. Kijk dan, het werkt ook nog. Goed zo, jongens.
Ze trappen daar nog in ook nog. Jessica, hartstikke bedankt met het tuigje. Dit is onze nieuwe teddy en hij vindt het hartstikke mooi. Nou, dit konijn heet dus Teddy en heeft een nieuw tuigje. En dan hadden Lauren een lopjes met een roze tuigje. Met je roze jas erbij aan de lopen. Ja, ja. Allemaal van deze krachtige planten, Sinacea. En Sinacea? Ja, dat wou ik net zeggen. Twee stuks, vlinderstruikje. Tomaten. Frambozen. Dus dat is ons eerste tuintje. Ja. Nou, laat iemand dat volgende tuintje zien. We hebben hier een wandelpad gecreëerd. We gaan naar het volgende tuintje. En hier zitten zelfs al zonnebloemen. Ja. Riddersporn, zonnebloemen. Kijk, alles is hier goed gegroeid. Nou, dan hebben we hier ook nog een tuintje. Hier staat ook van alles in. Maar nou, begin van de vlog, hebben we jullie deze tuin daar laten zien. En wat hebben wij geplant? Troskiers. En wat is het resultaat? Laat zien, jongens. Troskiers. We hebben dus echt troskiers voor de vogels. Dus dat gaan we volgend jaar weer herhalen. Kijk, en hier is er ook nog één. De rest is pepermunt en zo. Ja, dat troskiers. En we hebben nog één ding. Wat nou spannend wordt, ga het maar omgooien. De aardappelen. Zullen de aardappelen aanzitten of niet? Nou, wat denken jullie? Zitten de aardappelen in of niet? Ik hoop. Wat hebben wij 3 aardappelen geplant? Ja, sorry. Nou, gewoon helemaal omgooien. Wow. Oh, zien jullie ergens aardappelen? Ik zie een aardappel. Kijk, wacht, ik ga hem. Ja! Oogst! Een aardappel! Ga er meer zoeken! Wormen. Ja, dat is logisch. Wormen. Nou, hij moet uit elkaar. Het spijt me. Even met de, je kan hem met de laarzen uit elkaar shoppen. Oh, die worm is lang. Kijk, ja, dat is gewoon een regenworm. Ja, maar die is lang. Die is blij als hij de natuur in kan. Oh god, daar komt de kip aan. Hij is heel blij dat hij de natuur in kan. Nou, die kip is blij. Ja. Nou, jongens, we willen zien of we een aardappelenoogst kunnen krijgen. We hebben 3 aardappelen ingestopt. 1 aardappel is eruit gekomen tot nu toe. Oh, Hannelore. Hannelore voert die wormen aan die kip. Hé, hey, maar Monica vindt het lekker. Ja, dat snap ik, maar het is wel een kindervriendelijke video, hè? Oh. Ja, nee, doe maar. Wil je hebben? Kinderen, het is gewoon zo. Zo, nog een keer. Nou, schop eens even uit elkaar. We willen zien of we aardappelen hebben. Het is heel rustig. Groot. Nou heb ik hem. Kijk hoe mooi hij is. Rood. Oh, die is rood. Hé, hey, een aardappel. Een aardappel. Nummer 2. 2 aardappelen. We gaan... Monica vreet uit die vormen. Nou, we gaan verder op zoek. Hebben we nog meer aardappelen geoogst? Monica heeft tijd van mijn leven. Wat zijn dit? Eeuw. We hebben 3 aardappelen ingestopt. Dat moeten meer dan 3 zijn. Een enorme beest. Hey, hebben we maar 2 aardappelen? Ja, dat is toch wel een hele zielige oogst. Dat volgens mij hier is nog eens. Hier is nog iets. Ja, daar. Ja. Yes. 3. Nummer 3. Nou, we hebben 3 ingestopt. Nou, we hebben 3 aardappelen terug. Ja, misschien ga verder zoeken. Wie weet is er nog. Nou, een experiment. Ja, ja. Vier. Wow. Jongens, we hebben 1 aardappel meer. Kunnen we voor de gelukt experiment praten? We hebben 1 aardappel eruit gekregen. 1 extra aardappel. Laten we wekenlang water geven de hele zomer. Nou, we moeten nog 1 zijn. Zulke beter zoeken. En jij ook. Nee, jij meer. Hier jongens, even weg. Ik ga zo. Nee, zo schaam. Monica! Monica, kijk! Monica, snel! Duizend beest! 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 Duiz
ik verklaar dit experiment aardappelplant voor mislukt. Nee, er is nog geen Monika hier. Hier, Monika, vorm. Jongens, aardappelen zoeken geen wormen. Ja, maar er zitten meer wormen in dan aardappelen. Ja, dus de oogst van 3 aardappelenplanten is 4 aardappelen. Dat is toch één. Ja, daarvoor hebben ze de hele zomer water gegeven. Ja, en Monika is heel blij. Ja, Monika is echt heel gelukkig. Want die heeft echt wel 16 wormen. Was het het echt? Was het dus echt, jongens, de resultaat? Ja. Laat die aardappelen zien dan. Kijk eens, pak ze. Waar is die allemaal? Hier, ja. Nee, Monika. Ik wil die vast. 4 aardappelen? Yes. Het resultaat van 3 aardappelen. Nee, niet pikken. Kijk hier, Monika. Hier nog één. Nee, we vinden nog meer aardappelen. Meer zoeken. Oh. Meer zoeken. We zitten op 6 aardappelen nu. Nee, we moeten er nog meer. Dat is een dubbele al. Oh, dus het is dubbele van 3. Het experiment is toch geslaagd. Ja. Volgend jaar hebben we er 12. Ja. En daarna 24. Hé, hey, nog één of niet? Yes. Waar? Dus we hebben in totaal 6 aardappelen gehoogd. We moeten 2 jaar wachten en hebben echt al super veel. Laat zien. Ja, wat is dat? Ja, ik dacht ook dat een aardappel was. Hé, hey, de oogst. 6 aardappelen. Oh, 1 mini aardappel, wat schattig. Ja, heel schattig. Geef mij hier mijn aardappelen. Nou, helemaal niet, ik heb ze. Zeker een blauw duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Doei! Doei!